De Revit Circon is onderdeel van de Urban Collectie van Revit. En deze jas is speciaal gemaakt voor mensen die hem gebruiken in en rondom de stad. Het is voornamelijk de kortere ritjes. Hij is voorzien van een dikke uitneembare thermovoering en daardoor dus ook heel erg goed geschikt voor gebruik het hele jaar lang. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en dit is de uitgebreide review van de Revit Circon beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Revit Circon is gemaakt voor mensen die rijden op een urban-achtige motorfiets. Dus dat wil zeggen een motorscooter of een naked bike die je voornamelijk in de stad gedraagt. Want het is echt een casual jas waar je niet echt zal zien dat je op een motor zit. Je kan hem daardoor natuurlijk ook prima op een chopper of op een tourmotor dragen. Maar de voornaamste motor waarvoor die is bedoeld is de urban-achtige. Hij is volledig waterdicht en de buitenkant is voorzien van een coating waardoor die ook nog eens waterafstotend wordt vanaf de buitenkant. Dus hij is heel goed geschikt voor gebruik het hele jaar door. Dus zomer, midseason, in de winter, doordat je heel veel kan stellen, kun je deze jas prima het hele jaar doordragen. En het is ook bedoeld dat je hem bijvoorbeeld over je normale kleding heen zou kunnen dragen. Het materiaal waarvan die is gemaakt is slijtvast katoen. En op bepaalde plaatsen, zoals de schouders en de ellebogen, is die versterkt met een extra slijtvast polyester. Dan zit er over het katoen een waxachtige behandeling, waardoor die een beetje een vette laag krijgt. Waardoor die vanaf de buitenkant dus ook al helemaal waterafstotend wordt. Naast de slijtvaste buitenlaag is de Revit Circon voorzien van NOX Light CE-gekeurde protectoren die zich bevinden op de schouders en op de ellebogen. Dit zijn wat dunnere protectoren die bij impact hard worden en daardoor wat meer energie kunnen absorberen. Het voordeel daarvan is dat je ze bijna niet voelt en ziet zitten. Mocht je het toch vervelend vinden, zou je ze eventueel nog uit kunnen halen en deze jas ook prima als normale casual jas kunnen dragen. Aan de achterkant hebben we de mogelijkheid om deze jas te upgraden met een Seasoft Level 2 gekeurde backprotector. Er zit een pocket in waar een precieze rugprotector in past. Dat is de RV protector. Steek je erin, past naadloos en dan weet je zeker dat je de juiste protectie op je rug hebt. Zien dat hij aan de achterkant ook wat langer wordt, kunnen we hem nog met een koordje straks trekken. Maar zo weet je zeker dat je ook aan de onderkant een goede afsluiting hebt. Wij hebben hem hier gecombineerd met een jeans voor een casual uitstraling. Maar wil je helemaal waterdicht overkomen, zou je hem bijvoorbeeld ook met een textiele broek kunnen dragen. Doordat deze jas is voorzien van een waterdicht en ademend Hydratex-membraan, is de hele jas van zichzelf al ademend en vinden we daarom geen ventilatieopening of uitlaat op deze jas. Is het warmer buiten, dan gaat het membraan openstaan en zorgt hij ervoor dat de hitte en je transpiratie de jas via de binnenkant en langs het membraan kan verlaten. We zien veel zakken, veel opbergmogelijkheden met allemaal drukkertjes, ook aan de andere kant. Grote steekzakken aan de zijkant die gevoerd zijn, dus als het een beetje kouder is, kan je daar lekker je handen in steken om ze op te warmen. En ook hier grote pockets om voldoende spullen in mee te nemen. We hebben stelmogelijkheden bij de armen, dus we kunnen makkelijk een handschoen eronder doen. Maar we kunnen de arm ook strak zetten en een handschoen eventueel over deze jas heen dragen. Zoals ik al zei, stelmogelijkheden aan de onderkant en een grote gesp, die de jas natuurlijk wel wat extra qua design geeft, kunnen we zo openmaken. En aan de bovenkant ook zo'n gesp. En dan krijg je via de knoopjes toegang tot de grote rits. Voordat we daar zijn, zien we dat achter deze flap een watergoot zit. Die ervoor zorgt dat water wat via deze kant naar binnen komt, langs de goot naar beneden loopt en niet door de rits naar binnen kan. Achter de voorste flap een Napoleon pocket. Dat is een waterdichte zak waar we eventueel telefoon of papier in kunnen opslaan. En achter de grote rit zien we dan de vrij dikke wintervoering die ook nog eens is voorzien van zakken. Deze voering gaat erin als het een beetje onder de 15 à 10 graden wordt. En zorgt ervoor dat je ook nog, als je er een vestje onder draagt, prima onder het vriespunt van naar je werk of naar je locatie toe kunt komen. Paul is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 76 kilo en draagt hier van de Revit Circon een maat large. Het is de bedoeling dat je hem over je normale kleren aan kunt trekken. Dus heb je bijvoorbeeld een vest of een coubert eronderaan, dan moet hij er ook overheen passen. Maar wil je hem alleen in de zomer of mid-season dragen, zou je hem ook nog een maatje strakker kunnen nemen. Omdat die wintervoering er dan eigenlijk bijna alle tijden uitgaat. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkledingcenter doet? Volg ons dan op YouTube of op Instagram. Abonneer je op ons YouTube kanaal en mocht je deze video handig vinden, klik dan op het duimpje omhoog. Wil je weten wat voor jou de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen, want hierna komt een video waarin we uitleggen waar je op moet letten bij het uitzoeken van een motorjas. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en bedankt voor het kijken naar deze review.